Ik hoop dat dit te zien is. Radio Caroline. Met een zendertje van, nou volgens mij is het 400 watt, maar het zou 1 kilowatt kunnen zijn. Maar ja, misschien spelen ze wel vals. Maar het is in de woonkamer werkt het en hier werkt het ook. Nou, er zit een beetje wat storing op. Nou, net ging het nog heel goed. In de woonkamer gaat het best goed. Ik moet er wel een trucje voor toepassen. Je kunt dit bij dit ding SSP-ontvangst gebruiken voor AM. Kijk. En hij zet hem dan zelf zero beat, dus dat is wel leuk. Ik weet niet of het overkomt, maar het gaat best aardig. Ik ga nog even de AN200 loopantenne erbij pakken, kijken of dat beter gaat. Nou, dat is verrassend. De storing, die komt uit de videocamera. Dat had ik ook niet gedacht. Ik heb de AN200 gepakt. Dat is de grap, die hoef je er alleen mee in de buurt te houden en af te stemmen. Dus even kijken wat er gaat. Hij ontvangt ook veel meer storing van de camera. Dit wordt een lastige. Moet ik een andere camera pakken? Nou, normaal gaat dat beter. Even wat frimmelen met dat ding. Nou, het kost wat moeite, maar zonder de camera erbij krijg ik hem toch goed. Dat is de afstand. Dit is gewoon AM. En dit is de gesynchroniseerde SSP. Meer hoog, maar daardoor ook wat meer ruis. Kan nog wel aan de bandbreedte rammelen. Dit is heel smal. Nou, ik denk dat hij zo wel hetzelfde klinkt als in AM inderdaad. Dus hij staat gewoon te breed. Eens even kijken. Zelfs nog wat helderder dan in AM. Ik vind het wonderbaarlijk dat hij te ontvangen is hier.
on Marley. 10,001 dead. That's an earthquake record. It's one of the UK's leading online music stores. De ontvangstviel net even weg toen ik aan het zoomen was. Dit was de camera die weer te dicht bij de ontvanger kwam. Het is een echte Canon hoor. Het is niet te geloven, die story. Maar je hoort dat de antenne meedoet, hè? Kom bij deze antenne. Dan stoort hij. Ook bij deze. Oké, tot zover. Interessant. Wat ik vaker doe op de middengolf. Het is hier een beetje donker, maar dit is in de woonkamer. Dat is straks nog beter zelfs. Zonder loop. Althans, ik denk niet dat hij meedoet, want daar ligt 2 meter hier vandaan. Ongelooflijk. Ik vind het echt onvoorstelbaar dat dat gaat.